12 minuten over 9. Dit is dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Op basis van de cijfers van de bekende website politie.nl, misdaad in kaart heet dat met een mooi woord, heeft Slotenmaker 365 een onderzoek laten uitvoeren naar alle inbraken in 2018, vorig jaar dus, in de provincie Zuid-Holland onder andere. Ook Den Haag is onder de loep genomen. Aan de telefoon Bart van Slotenmaker 365. Goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst voor mij een nieuwe naam. Wat is Slotenmaker 365 voor een onderneming? Ja, Slotenmaker 365 is een slotenmaker. De naam zegt het al. En we hebben een aantal vestigingen. Één in Rotterdam, één in Den Haag en één in Amsterdam. En we doen alles aan deuren openen, sloten repareren, sloten vervangen, noem het maar op. Jullie krijgen natuurlijk ook te maken met inbraken natuurlijk. Daarom hebben jullie ook de inbraakcijfers van Zuid-Holland in kaart laten brengen. Waarom hebben jullie dat exact gedaan? Ja, we hebben de cijfers van heel Nederland hebben we in kaart gebracht. Zuid-Holland en Den Haag is daar een onderdeel van. En eigenlijk gewoon met als doel om te laten zien waar wordt er veel ingebroken, waar weinig, waar stijgt het, waar daalt het. In de hoop dat gemeentes daar iets mee kunnen. En bewoners natuurlijk zelf ook van de gemeente. Ja, en Bart, als we die cijfers er eens even bij pakken, wat valt op in het onderzoek hier specifiek in Zuid-Holland? In Zuid-Holland is vooral opvallend dat West-Voorne, een relatief kleine gemeente net onder Rotterdam, dat die enorm hoog zitten in het aantal inbraken per 10.000 inwoners. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Den Haag. In Den Haag heb je 19 inbraken per 10.000 inwoners. En in West-Voorne 32. Dus dat gaat richting de 2 keer zoveel. Dat is iets wat heel erg opvalt. En ik heb geen idee waarom dat zo is. Nou, je hebt natuurlijk, het is een relatief rustig gebied natuurlijk. Misschien van even door inbrekers ogen kijkende. Dat je misschien daar wat makkelijker kan opereren. Veel vrijstaande woningen. Ook natuurlijk dure woningen. Misschien zou dat ermee te maken kunnen hebben. Ja, dat zou zeker kunnen. Normaal gesproken zie je juist dat naarmate steden dichter bevolkt worden, naarmate steden groter worden, dat het aantal inbraken per 10.000 inwoners toeneemt. En daar is steeds dan toch wel een behoorlijke uitzondering op. Ja, en merk je dan ook dat jullie ook veel belletjes krijgen vanuit die regio Voorne-Putten? Nee, eigenlijk niet. Niet specifiek. Nee. Misschien omdat veel mensen ook bijvoorbeeld particuliere beveiligingsbedrijven en zo daaraan gekoppeld hebben natuurlijk. Als we eens even kijken naar deze regio, de Haagse regio, ja. Den Haag specifiek. Zijn er ook, en ik hoop dan, eigenlijk een beetje positieve cijfers te melden? Of is het hier ook helemaal mis? Nou, Den Haag zit wel redelijk hoog qua het aantal inbraken. Het is wel wat gedaald met ongeveer 6%, dus dat is positief. En als je Den Haag bijvoorbeeld vergelijkt met Rotterdam, dat is natuurlijk een grote stad die vlakbij ligt, ja. Dan doen jullie het wel een stuk beter. Rotterdam heeft 10% meer inbraken per 10.000 inwoners dan Den Haag. En komt dat ook omdat de preventie hier gewoon wat beter geregeld is? Nou, helaas weet ik niet zoveel over het waarom. Nee. Dat is iets wat we graag volgend jaar mee willen nemen in het onderzoek. Maar ik weet dus niet wat de oorzaak is hiervan. Wat jullie natuurlijk wel weten als slotenmaker 365, daar kun je waarschijnlijk een heel programma mee vullen. Dat is de kwaliteit van goede sloten en dergelijke. Wat zijn nou echt goede sloten voor een gemiddelde woning? Waar moeten mensen aan denken? Dat is eigenlijk heel makkelijk om te herkennen. Want je hebt een slot, je hebt een cilinder en je hebt een beslag van je slot, wat er omheen gaat. En dat moet eigenlijk gewoon allemaal SKG 2 of 3 sterren zijn. En als je een slot of een cilinder gaat kopen, dat staat het letterlijk erop. De letters SKG en je hebt 1, 2 of 3 sterren en je moet gewoon 2 of 3 sterren nemen. Ja, en dat is gewoon eigenlijk, zekerheid kan ik natuurlijk nooit geven, maar even weer kijkende door de ogen van een inbreker. Als ze dat zien, dan komen ze eigenlijk al niet binnen. Nee, dus de kans is dan al heel groot dat ze überhaupt het niet eens gaan proberen. Zeker als je heel specifiek veiligheidsbeslag hebt, dan denken ze, ja, dit gaat zoveel tijd kosten, daar gaan we niet aan beginnen. Ja. Want de meeste inbrekers zijn gelegenheidsinbrekers. Dan denken ze, nou, dan probeer ik het wel bij de buurman. En wat je natuurlijk ook vaak ziet, is dat dan de voorkant goed is dichtgetimmerd, om het zo maar te zeggen. En aan de achterkant zit nog echt zo'n draaisleutel, die we allemaal wel kennen. Zo'n wiebelding die opa en oma vroeger achterhadden. Ja, dan is de achterkant natuurlijk weer niet goed geregeld. Is het ook zo dat jullie niet alleen komen ad hoc als er is ingebroken, maar ook gewoon voor een standaard check om gewoon sloten sowieso te vervangen? Ja, absoluut. Sterker nog, na inbraken doen we voornamelijk niet. Gelukkig installeren de meeste mensen preventief. Ja.
Mensen die op dit moment luisteren, die kunnen dus sowieso een beroep doen op jullie organisatie. Google dat ja, even, Slotenmaker 365, makkelijk te vinden. Ik hoop dat het mensen nooit overkomt. Maar je kunt natuurlijk ook wel dingen voorkomen door in elk geval goed hang- en sluitwerk op je woning aan te brengen. Ja, en tot slot, heb je voor onze luisteraars, Bart, nog een goede inbraakpreventietip? Dat is eigenlijk wat je op de spotjes van de overheid momenteel ziet. En dat is echt waar. Als je naar buiten gaat, doe je ramen dicht en doe je deur op slot. Want als je hem niet op slot draait, dan kan een inbreker soms al in 10 seconden met 10 seconden flipperen in je huis staan. Dus doe alsjeblieft je sloten op slot. Ja, tot vervelend toe krijg je dat te horen op de radio en op de televisie. Van deuren dicht, raampje dicht, en licht aan, ja, deur op slot. Maar het is 100% waar, want het is zo makkelijk voor inbrekers om binnen te komen. En dat besef je niet, omdat wij natuurlijk geen inbrekers zijn. Maar het is hun vak. En ja, dat is hoe makkelijk en snel ze dat doen, dat is ongelooflijk. En daarnaast natuurlijk goede sloten. Nou goed, Slotenmaker 365. Bart, ontzettend dank voor je bijdrage. Graag gedaan, jij ook bedankt. Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Misdaad en meer. 100% Haag.